ik loop dus op straat en ik ben dus bezig met het bij elkaar verzamelen van filmpjes, hè? Ja, van filmpjes. Ja, oh, volgens mij heb ik die ook op mijn lijstje staan. Ja, ik maak dus filmpjes voor drachten in stijl, ja, en dan gaan ze allemaal, zeg maar, ons een beetje aansporen om op 1 oktober naar drachten in stijl te komen, ja. Met die hele rode loper, snapt u wel. Dus, maar het is nog niet altijd even makkelijk. Want niet iedereen was, zeg maar, 100 punten gelijk al op de hoogte wat de bedoeling was. Dus dat moest ik even uitleggen. Maar het gaat goed. Mevrouw, ja. Komt u ook naar Drachten in Stijl? Naar Drachten in Stijl? Drachten in Stijl, 1 oktober. Oh, dat ligt wel een beetje ver vooruit, maar ik zou het niet weten. Maar, er komt een hele grote rode loper. Daar heb ik ook even mijn haar aangepast, hè, in rood. Ja. En in rood is het dresscoat. Okay. Dus, maar het is allemaal in stijl. Oké, okay. En dus welke stijl? Maakt niet uit, mag je zelf weten. Ja, 1 oktober. Dan gaan alle winkeliers, zeg maar alle modezaken, die gooien, zeg maar, hun collectie op straat. Nou, dat is de bedoeling. Ja, dat komt zeker. Over de rode. Nou, ja. Leuk, mevrouw. Ja, dan. En mag ik dit ook dan wel plaatsen op mijn vlog? Ja, van mij wel. Nou, dank u wel. Okay. Zou ik nog zeggen wie u bent dan? Ik ben Ingrid Konings. Ingrid Konings komt ook naar Stijl drachten. Ja. Leuk, okay, Ingrid. Dank je wel. Oké, okay, succes. Kijk, zo kan het ook. Ja.